Breda Nu. Je weet het meteen. Het is vanavond weer dinsdagavond en we zijn aanwezig bij Palm Parkies. Een feest dat elke week georganiseerd wordt, elke dinsdagavond in Breda. En we gaan kijken wat er te beleven valt en hoe de sfeer is. Zijn jullie lekker aan het picknicken nog, 's avonds? Zeker, ja. Lijkt het er lekker uit? Geen wijntje, bier? Nee, morgen weer werken, dus rustig aan. Hallo, hoe is de sfeer hier? Ja, heerlijk toch, of niet? Zalig. Lekker hapjes erbij? Ja, wat moet je nog meer? Tapaatjes? Ja, van alles gemaakt. Lekker uitgenieten van de zon ook? Ja, ja, heerlijk. Lekker wijntje erbij? Ja, heerlijk. Hoi, wat vind je van de sfeer hier? Nou, het mag voor mij wel beginnen. Het mag beginnen? Ja, roulette, ja. En waarom? Waarvoor? Nou, wij zijn van Team Alert en we zijn een jongerenorganisatie. En ja, we willen vooral in gesprek gaan met jongeren over het veilig thuiskomen. Geniet met drank, drugs en alcohol achter het stuur stappen. Dus daarom, we staan hier met een spel en dan kun je inzetten op wat je dan gewoon... Stel, je hebt besloten met je vrienden, ik ben de Bob en dan heb je hier... staan wat je dan bijvoorbeeld moeilijk vindt. Stel je voor, ik heb besloten met carnaval Bob te blijven en dan vind ik het toch wel heel moeilijk. En dan kan ik daarop inzetten en dan kun je prijs winnen als je het goed hebt. Oh, er is iemand jarig! Oh, echt waar, wat gezellig! Hallo, gefeliciteerd! Ja, dankjewel. En wat vind je van de muziek? Ja, te gek. Leuk hoe je verjaardag of wat je iets anders tegen gedacht. Luister, maar wat ik nu hoor, klinkt goed. Kunnen we hier nou nog verwachten? Een heel leuk gevarieerd programma met een aantal hele leuke bekende namen. Boris komt volgende week. Verderop hebben we nog Handsome Poets op de agenda staan. Good Luck met Boris Smit uit Breda komen langs. Leuke afsluiten met de Beatles en nog een avond met lokaal talent. Dus heel veel variatie met voor ieder wat wils. Wilt u nog even een oproepje doen aan iedereen die thuis kijkt van wat we allemaal moeten komen? Nou, zeker weten. Je moet eigenlijk iedere dinsdagavond stevast in het Valkenbergpark zijn. Weer of geen weer. Wij zorgen voor de gezelligheid. Onze artiesten voor de muziek en wij voor de hapjes en de drankjes. Ja, en het prachtige park Valkenberg. Wat wil je eigenlijk nog meer? Ja, dus allemaal komen naar Palm Parkies. Ja! Breda Nu. Je weet het meteen.